Goedendag. Er trokken een aantal stevige buien deze ochtend over ons land. En vooral in het westen gingen die buien gepaard met windstoten van zo'n 80 km per uur. Maar inmiddels zijn die meeste buien alweer het land uit. En ja, op de radarbeelden zagen we het ook goed terug. Nederland in het begin van de nacht nog grotendeels schoon van die buien. Maar aan het eind van de nacht zagen we die buien het land binnentrekken. Het ging om een tweetal lijntjes met toch wel pittige exemplaren. Maar inmiddels zijn de meeste buien het land uit... En Vanuit het westen bereiken toch al brede opklaringen ons land en dat zien we ook op de computeranimatie mooi terug. Nederland vanmiddag met de buien boven Duitsland en daarachter dus die brede opklaringen en die brede opklaringen die winnen dus terrein. De zon komt er vanmiddag steeds beter bij en dat is ook de opmaat voor best wel een vriendelijk weekend. Want een groot hoge drukgebied bouwt zich op boven het continent en duwt nieuwe storingen vanaf de oceaan toch een beetje op gepaste afstand. Maar het is niet alleen maar zonnig, u ziet het ook. Er trekken af en toe ook wat hoge wolkenvelden over. Vooral morgenmiddag en zondagmiddag kan de zon af en toe een beetje schel gaan achter wat hoge bewolking, maar het blijft droog en het weerbeeld is toch over het algemeen best vriendelijk. Komende nacht ook opklaringen en dan kan het toch in die opklaringen aardig afkoelen, want de wind die valt grotendeels weg en dan zien we minima zo rond de 0 graden. Misschien dat het in het oosten of in het zuidoosten van het land zelfs een graadje kan vriezen. Direct aan zee is het een stukje milder. En dan blijft de temperatuur ruim boven nul. En morgenochtend is er eerst nog wel wat mist of nevel. Maar dat trekt allemaal vrij snel op. Dan schijnt de zon een aantal uren echt wel uitbundig. Maar vanuit het zuiden komen we toch wel wat hoge wolkenvelden opzetten. En dan kan de zon het later op de middag toch allemaal wel wat moeilijker krijgen. De temperatuur stijgt naar 7 tot 8 graden. En ja, dat is toch nog altijd wel een tikje aan de milde kant voor de tijd van het jaar. Milder wordt de zondag als de wind. Ja, toch af naar het zuiden wat meer aantrekt naar kracht 3 of 4. En dan wordt het zo'n 7 graden in het noorden tot 11 graden in Limburg. En ja, de zon kan het in de middag opnieuw wel weer wat moeilijker krijgen. Maar eigenlijk is het best wel vriendelijk en aardig weer. En dat vriendelijke en aardige weer zien we eigenlijk ook na het weekend terug op maandag. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. En het wordt nog een tikkeltje ja, warmer met 10 tot 13 graden. Misschien dat het in Limburg zelfs een graad of 14 wordt. En dat zijn toch echt wel hoge temperaturen voor eind januari. Maar vanaf dinsdag krijgt de bewolking toch wel weer wat meer de overhand. De zon krijgt het moeilijker. En vanaf woensdag zou er zelfs weer een bui kunnen vallen. Maar ja, het blijft dus al met al echt wel vrij mild. Ja, januari of februari weer. Kortom, van winterweer is voorlopig nog echt even geen sprake. Ik wens u een fijn weekend.